ook bij het volgende nummer. Er zit natuurlijk weer een verhaaltje. Ik, zoals ook al in de uitnodiging stond, ben als een jaar of 40 bezig met synthesizers. En ik had het idee dat ik eigenlijk alles wel gezien had. Vroeger werkte ik ook met heel veel Atari-computers. Ik was denk ik in Nederland een van de eerste die in grote getallen afnam. Zo'n geweldig ding, dan hadden ze niet meer bestaan. Maar het blijkt dat Atari samen met Jimmy Hotz, waar ik ook nog nooit van gehoord had, een instrument hadden ontwikkeld. De Hotz Translator noemden ze dat. Nou, ik zag dat en ik hoorde dat en dan, dat zijn van die momenten dat er wat met je gebeurt, in ieder geval met mij. Ik hoorde een klank en een mogelijkheden, dat wil je dan hebben. Dat is zo gek, hoe hebberig ben ik dan wel. Dus ik zoek op internet en het hele ding bestaat niet meer. Nou, mijn lang verhaal kort te maken, ik heb zo'n 20 mailtjes aan Jimmy Hotz gestuurd. Ik kwam allerlei e-mailadressen tegen en op allerlei forums hoorde ik van ja, hij heeft wel e-mail, maar reageren doet hij nooit. Nou, op een gegeven moment kom ik een advertentie tegen en toen bood hij de software te koop aan. Advertentie 2001. Nou, dat schiet ook niet op. Daarop gereageerd, helemaal niets. En ik werd steeds hebberiger. Ik denk, ik moet en ik zal hem hebben. Het is op een gegeven moment, die advertentie, dat kon je met PayPal betalen. Volgens mij bestond dat in 2001 niet eens. Maar ik denk, misschien is dat toch nog actief. Ik denk, nou, het ging om €200. Ik maak het over en dan wil ik het meemaken ook. 10 minuten later, contact met Jimmy Hotz. Wat ga je mee doen? Dat is, dus geld overmaken, dat schijnt te werken. Nou, maar uitgelegd wat ik wil. En toen zei hij, ja, maar de translator is niet meer te koop. En dat, wat moet je er verder mee? Ik zei, ja, dat is weer techniek. Ik zeg, als ik de software heb, en u legt mij uit hoe dat zit. Zegt hij, ja, dan moet je ook verstand hebben van programmeren. Ik zei, nee, dat heb ik niet meer, dat leer ik wel. Daar zit nou juist €200 voor over. En dat stukje software werd overgemaakt. En ik heb er een interfaceje bij gemaakt. En het grappige is, en dan moet ik alleen even kijken of de communicatie werkt. Dan zou ik. Ik ga. Hij doet het. Dan zou ik vanuit dit keyboardje. Een simpel keyboardje. 16 instrumenten kunnen aansturen. Nou, dat heb ik wel even eerlijk zijn, dit heb ik wel geoefend, want dat kon op de computer. Ja, keyboard voor software erachter en vlak voor de slag viel het nog even doen. We gaan kijken wat dat opgeleverd heeft. Wat ik er grappig aan vind, is dat je een ander soort muziek krijgt. Dat vind ik vind de techniek nogmaals, de techniek leuk. En dat je naar zo'n simpel keyboardje toch een complex stuk muziek kan maken. We gaan er naar luisteren. Ik betaal Jimmy Hotz.